vereniging. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Heel verrassend. Ik had ondertussen vernomen door foute communicatie dat ik de winnaar van Brabant was. Alleen van heel Nederland, dat kwam echt als een complete verrassing. Willy Pluim zet zich al ruim 40 jaar in als vrijwilliger in de buurt Leeuwerik. En daarom werd hij genomineerd voor de Gouden Buur Award. Hij is gewoon een gouden buurman geweest voor mij. Het is iemand waar je altijd op terecht kunt. Ja, dat is een cliché. Dat heb je bij veel mensen, heb je dat, maar dat is echt zo. De man is constant bezig en als je zegt van kun je eventjes helpen hiermee, laat hij alles vallen en dan is hij er voor je. Willy is eigenlijk het drijvend hart van de buurt. Willy Pluim kennen we ook als iemand die zich al jaren inzet voor de Leeuwerik op allerlei terreinen. Dus het is ook zonder meer terecht dat hij deze award wint. Ik vind dat is eigenlijk wat hij verdient. Een mooie eer, de beste buur van Brabant en Nederland. Maar voor Willy draait het eigenlijk maar om één ding. De voldoening als je iets georganiseerd hebt en je ziet dat de mensen het leuk vinden en er komen veel mensen op af. En dan de blije gezichten van de kinderen, dat geeft je de meeste voldoening. Een heel jaar lang mag Willy zich dus de beste van Nederland noemen. En volgend jaar, ach, Willy kennende, zal hij zich wel altijd blijven inzetten voor zijn buurt. Met of zonder prijs.